Het nieuwe hoofdkantoor van de Zevende-daags Adventisten is gisteren ingewijd met een kerkdienst. Het oude hoofdkantoor staat aan de Madeliefjestraat en het nieuwe gebouw staat aan de Eddy Brummerstraat. Volgens Edward Blackman, voorzitter van het bestuur van het Kerkgenootschap der Zevende-daags Adventisten, betekent het nieuw hoofdkantoor heel veel voor de kerk. De voorzitter zegt dat er voor een nieuw gebouw is gekozen vanwege de ligging. En we vonden op een gegeven moment dat dat niet zo representatief was voor de gemeente. En we hebben het plan opgevat om dus aan een nieuw kantoor te werken. En zoals u net zei, het vorig jaar hebben we dus de eerste steenlegging gedaan. En God heeft het zo ver geleid dat vandaag we het gebouw konden opdragen aan hem. Ik hoop dat we beter bereikbaar zullen zijn. Want op Zorg en Hoop waren we niet zo goed bereikbaar. We dus nu een betere ligging hebben. We zitten niet in downtown Paramaribo, maar we zitten er toch wel heel dichtbij. Zodat de mensen beter kunnen servicen en dat we beter bereikbaar zijn hier. Dat was ook onze bedoeling. Uiteindelijk moet hiervoor dit gebouw moet er een boekenhuis komen te staan. Waar we dus onze boeken aan de man willen brengen. We zijn nog niet zo ver. Men zegt, Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd. Zo, we zijn hiermee begonnen. En we gaan langzaam maar zeker door. Tot we alles hier hebben neergezet dat we wilden neerzetten. Blackman legt verder uit dat de Zevende-daags Adventisten vanaf 1953 bestaan. Het kerkgenootschap telt nu bijkans 5000 leden. Volgens de voorzitter zijn de leden trots op het nieuwe hoofdkantoor. Hij gaat in op het verschil tussen de Zevende-daags Adventisten en de andere kerken in Suriname. Natuurlijk is er ieder trots en blij dat we dit met elkaar konden opzetten. Want niet één persoon zet zoiets op. We doen het samen. En ieder was blij, want dit gebouw geeft dan een beter beeld van wat de Adventkerk is en betekent in Suriname. En ik denk dat van hieruit we de gemeenschap beter kunnen dienen. Veel verschil is het misschien niet, maar wat opvalt, laat me dat maar zo zeggen, wat opvalt, het verschil dat opvalt, is dat wij aanbidden op de zaterdag. En de meeste kerken die aanbidden op de zondag. Dat is misschien het opvallend verschil, maar ik denk dat God overal zijn kinderen heeft en dat we dus met elkaar toch wel samen kunnen werken als kerken aan de opbouw van dit land. Edward Blackman, voorzitter van het bestuur van het kerkgenootschap der Zevende-daags Adventisten in Suriname. We spraken hem naar aanleiding van de inwijding van het nieuwe hoofdkantoor aan de Eddy Brummerstraat.